Van Judith Klein is het nu tijd voor het toffe dossier van Henny Huisman. Voor zijn surprise show denkt Henny dat hij de ultieme reunie gaat draaien. Een broer en zijn zus zien elkaar weer na meer dan 40 jaar. Helaas zijn beide acteurs en de zaak loopt uit de hand. In 10 jaar surprises hebben we heel wat mensen bij elkaar gebracht. Mooie ontmoetingen, prachtige ontmoetingen. En vandaag gaat er iets heel speciaals gebeuren. Want we hebben 2 verschillende brieven van verschillende mensen, maar het gaat wel over dezelfde ontmoeting tussen broer en zus. Broer zit in het complot en zit dus hier in dit hotel. En zijn zus moet nog gaan komen en die weet nergens van. En nu heb je broer. Hallo? Hallo. Nou, even voorstellen. Dit is dus Kees. Hallo, Kees. Hallo. Hallo, Henny. Hallo, ja. Hallo. En dit is Carolien. En Carolien is van de make-up. En die moet ervoor zorgen om alle risico's te vermijden. Moet een bril op, een pruik op en alles. Een snorretje ervoor. En dan moet je straks eens open. Dan wens ik je wel veel succes. Want het is natuurlijk wel een beetje chic hotel, hè? Ja. Hey, veel succes ermee. Ja. Zenuwachtig? Oh, nou ja. Het is zo lang geleden. Ja. Goed. Even de pruik gaan proberen. Ja, oké, okay, goed. Nou, succes. Tot straks. Ja, daar zitten die 2, hè? Hallo. Jij bent Ineke? Ja. Klopt, hè? Hallo. Henny Huisman. Dag, Ineke. Hallo. Hallo. Dag, Gerda. Gerda. Mag ik even bij je komen zitten? Ja. Hier denk je nog helemaal, hier ja. Heb je nog iets uit. Goud, goud in de ja, boot. Dat kan ik me best voorstellen. Denk je hier, goud, hey, jullie zitten goud. Hier aan een tafeltje. Wat denk je? Gezellig als vriendin, hè? Want dat is een hele goede vriendin van je. Je voelt helemaal oké. Dat blijkt wel, want... 20 jaar. 20 jaar. Ja. Zij heeft me namelijk geschreven. Over ja. Jou. Oh. Ja. Ze schrijft ook dat je veel hebt meegemaakt. Ja. Dat je je man pas hebt verloren. Ja. Dat je je ouders hebt verloren. Althans, ze zijn gescheiden. En later heb je ook ontdekt dat je vader ook overleden was. Ja. Klopt, hè? Ja. En dat schrijft ze. En ze schrijft ook dat, dat je ook nog een broer hebt. Ja, klopt. Is het normale dat men scheiden ja. Gaat? Ja. Wil je wat er aan wat besteld? Komt die aan? Koffie graag. Koffie? Ik wil ook gewoon koffie. Koffie. En cappuccino. Ik ook een cappuccino. 2 cappuccino en een gewone koffie. Het staat expres op meeschaan en dingen. Wat zo wonderlijk is, en dat heb ik nog in de surprise show nog nooit meegemaakt. Ik ben heel blij. Ik krijg dus een brief voor alle duidelijkheid van je vriendin over jou, over jouw situatie. Dus over het verlies van je ouders en het verlies van je man en jullie vriendschap. En het gemis van je broer, zeg maar. Zie je? Dus nou, het wonderlijke is dat ik dus... Zo, dit is een cappuccinootje van de van. Alsjeblieft. Dank je wel. Oh, wonderlijk. Zo, neem ik even een doekje halen. Zo, dan krijg je getten op, hè. Dan krijg je getten. Dorry. Wat een heel ongelukkig uit. Nou. Zeker een nieuwe ober of zo. Toen komt er bij ons een brief binnen en daar staat in, dear Henny Huisman. Neem me niet kwalijk, is je getten. Is het al op? Ja, het is al opgelopen. Nou, laat u maar. Laat u maar. Dat is, neem me niet kwalijk. Als u geeft, brengt u maar een andere koffie. Ander kopje koffie van meneer. Nou ja. En ze geeft dus zonder veel. Toch geïrriteerd. Ja. Hoe lang heb je je broer nog niet gezien? Nou, die weer. Nee, dank u wel. Ik was 53, dus ik ben nu 53, dus zo'n 44 jaar. Je hebt je broer 44 en zij wil dat voor jou regelen en de vrouw van Kees wil het dus... Ben je erin? Je zit er nog lekker in. Zit er nog in. Voor de man regelen. Ja. Dat hebben wij in de surprise show nog nooit meegemaakt. Nou, zou het niet fantastisch zijn om hem te ontmoeten? Ja. Wat zou je doen als je hem ontmoet? Dit is een... Het is natuurlijk wel heel vreemd allemaal. Ja. Ik zit hier met haar koffie te drinken. Ja. En dan kom jij even ja, dat is een surprise show. Sorry hoor, het sneed ik ja. Wat zou je doen als je hem ontmoet? Ja. Wat zou je doen? Zou je hem wat vertellen? Ja. Opbouwen. Je hebt hem al een aantal keer ontmoet. Zo. Ja, hij is een paar keer heel dichtbij geweest. Die onhandige ober, die nette koffie. Ja.
eroverheen gooien. Ja. Komt hij aan? Dat is je broer. Nee, is niet waar. Dat is je broer? Nee. Echt waar? Nee. Hij heeft alleen een snor op en een pruik en een bril. Maar die man, over. Dan komt hij ook weer niet. Komt hij niet. Hij komt te laat ook, hè? Kees, ja. Dit is je zuster. Nee, joh. Hier, pruik af, snor af. Hij is helemaal geen ober, maar het is je broer. Dag meid. Ja. Little baby. Little baby. Hoe loopt dit af? Straks ziet u hoe Henny machteloos is als broer en zus toch niet zo blij zijn elkaar weer te zien. Tot zo.